Welkom bij onze tuin. We hebben ons de afgelopen weken natuurlijk laten inspireren door droomtuinen. En dan gaat het wel jeuken hoor. Dus we hebben een plan, Mark. Ja, een heel mooi plan. 4 jaar geleden zijn we gestart met behulp van u met het aanleggen van een aantal tuinen. Instellingen en mensen die het goed konden gebruiken. En we gaan eens kijken hoe het daarmee staat. Ja, we hebben de afgelopen jaren wel af en toe bij ze gekeken. Ja. Maar ja, deze winter natuurlijk niet. En het was een experiment 4 jaar geleden toen we ermee begonnen. En we zijn wel heel nieuwsgierig of het experiment eigenlijk geslaagd is. Of dat we misschien hier en daar nog wel wat kunnen fine-tunen. Nog iets mooier maken. Ja, ik ben benieuwd. Ja, ik heb iedereen dus wel gebeld dat we komen. Maar ik heb ze niet verteld dat we ook nog een dagje komen werken. En vandaag gaan we naar de Duo. Dat was de eerste tuin die we aanlegden. En dat is een dagopvang voor dementerende ouderen in het Gooi bij Houten. En hun tuin was 1 groot grasveld toen we kwamen. En toen we weggingen, hadden ze een tuin. Another day, another way for me to open up to you. Er wordt hard gewerkt hier. Echt goed. Kijk dan. Maar weet je, joh, kijk, dit is gewoon een serieuze kastanje geworden. Ja. Weer een auto vol verrassingen. Ja. Ah, wat is het? Het is een kastanje. Oh, wauw. Maar die heeft een beetje een klapje gehad. Ja, hij heeft het moeilijk, maar we gaan hem oplappen. Een enorme kippenren. Hey Ellen. Goed. Ja, goed. Hoe is het met jullie? Doen we wel kussen, toch? Ja, hi. Hi. Jullie waren ons grote experiment, Ellen. Ja, dat klopt. Ja, de eerste waren wij. Ja. Ja. We gingen het gewoon proberen met elkaar. En het liep. Ja, want jullie hadden een enorm grasveld. Ja, groot grasveld, het alleen maar gras. Maar je had wel ruimte, maar je kon er eigenlijk niks mee. Niks, nee, gras. En nou, dankzij jullie en het Welland College hebben we nu een prachtige tuin. Ja. Hoe is het met jullie? Goed, heel erg goed. Ja. Gemiddeld hebben wij 18 bezoekers, soms 20 bezoekers per dag. En ja, de mensen genieten hier volop. Het was niet alleen voor ons een experiment. Jullie waren net begonnen. Ja. Je zat dat nog helemaal niet vol, zoveel bezoekers waren er. Nee, ik denk 8. Ja. En zij waren, ook zij vonden het, we vonden elkaar heel leuk. Ja. Wij vonden het heel erg leuk om bij jullie te gast te zijn. Maar die bezoekers hadden ook een lol in dat de jullie jongens er waren. Van het Welland de hele tijd. Ja. Ja. Maar dan moet je laten werken. Sexy and I know it. En ik heb een lekker appeltje, dus. Alleen dan moet ze wel daarin. Daarin? Oh, voordat hij zo meteen valt. Nou, lekkere appels. Ik ga toch vragen waar ze vandaan komen. Ja? Kan je zeggen uit de grond, maar. Zo'n neusel ben ik nog wel hoor, dat weet ik wel. Zijn ze er nog? Die bezoekers? Ja? Nee, die bezoekers zijn helaas niet meer aanwezig. Na 4 jaar zijn deze mensen of opgenomen, sommigen zijn overleden. Ja. Dus je hebt een doorstroom. Dat is wel heel verdrietig aan jullie werk. Is het ook. Ja, is het ook. Ja. Hoort bij je werk. Het hoort wel bij je werk, maar ja, het kan ook heel verdrietig zijn. Ja. Van sommige mensen verwacht je het nog niet. Sommige mensen verwacht je nog geen opnames. Wat ineens gebeurt. Ja, daar moet je wel mee omgaan. Ja. En dat kan, want ja, er komen ook weer nieuwe mensen. Terwijl ik met Ellen bijpraat, loopt Mark een rondje door de tuin om te kijken waar we misschien nog wat hulp kunnen bieden. Het valt hem vooral op dat het pad niet echt geschikt is voor rolstoelen en rollators. Hij besluit het rondje ook even met Ellen te lopen. Nou, ons pronkstuk. Ja, goed aangeslagen. Heel goed, heel goed. Het is ons visitekaartje als er mensen binnenkomen. Kijk eens. We zijn ook heel makkelijk bij te houden.
Nou, dat ziet er super uit, zeg. Ja, nou, dankjewel. En het valt me op dat er ook bijna geen onkruid staat. Nee. Dat wordt echt wel bijgehouden? Ja, wordt bijgehouden door een vrijwilliger die op zaterdag in de tuin aanwezig is. Ja. En we hebben van groenvoorziening Michiel met jongens. Het zijn autistische jongeren en die komen eens in de zoveel tijd een dag bij ons in de tuin werken. Ja. Snoeien, schoffelen, repareren. Ja. Alle klusjes doen. En dat is goed te zien. Dat wordt, goed, dat wordt wel goed bijgehouden. Ja. Ja. Hier en daar zijn dingen wel iets korter gesnoeid dan ze... Ja. De bedoeling was misschien. Nou, als je een aantal dingen wat hoger laat, dan wordt het wat spannender. Dan krijg je een soort gelaagdheid erin. Ja. Maar het doet het allemaal fantastisch. Het doet het heel mooi. Ja. Het doet het echt mooi. De vlinderstruiken, nu zijn ze gesnoeid, maar straks in de zomer, ja, prachtig. Ja. Het zit vol met vlinders. Echt helemaal vol. Ja. En als je dan hier loopt met de mensen, ja, ze genieten ervan. Ja. Ze genieten er echt van. Ja. Even het wandelingetje door de tuin. Ja. Dan moet ik zeggen dat dit pad daar, dat wordt wel vaak gebruikt dan waarschijnlijk? Ja, maar dan wel met een van ons. Ja, want echt toegankelijk? Nee, is het niet. Is het niet. Ja, ik moet wel zeggen, dat is ook wel een van de dingen die toen niet gelukt zijn. Nee. We hadden hier nog zeg maar een deklaag overheen willen hebben. Klopt. En dat is niet gelukt. En wat natuurlijk super is, is dat die boom het gewoon doet. Hij doet het, ja. Ja. Nou, ik zie nog die vrachtwagen aankomen met politievervoer en daar kwam de boom van de gemeente. Daar komt hij. Kijk nou, wat een boom. Het begon als een grapje dit. Ja. Ja. Ja, je hebt even goed gekeken. Ik heb een beetje gekeken. Wat vind je ervan? Nou, ik moet zeggen, ik ben best onder de indruk. Maar ik heb ook een aantal dingen gezien dat ik denk van nou, misschien moeten we daar nog wat aandacht aan besteden. Een stukje veiliger maken van de tuin. Zullen we het voorstellen? Ja, ik ben nu wat ze ervan vinden. Ja. Hey Ellen. Ja. We hebben gekeken en we zien nog wel wat puntjes waar iets aan gebeuren zou kunnen worden. Ja. Een aantal aandachtspuntjes. En dat is? Nou, ik denk het pad. En dat hebben we toen niet afgekregen. Nee. En dat heeft ook wel wat aandacht nodig. En hier en daar is de bestrating wat weggezakt. En hier en daar moeten de dingen wat verplant worden. En dat opleuken, daar zijn we wel aardig mee bezig. En ja. Het onderhoud, dat gaat ook aardig. Ja. Maar een paar grote dingen. Moeten nog gedaan worden. Ja. Wat hij eigenlijk wil zeggen. Ga je ons helpen? Zullen we nog een keer? Lijkt me wel heel erg leuk. Een dag met een stel jongens, ja, gewoon zo hard als dat we kunnen werken. Lijkt me een goed plan. Ja? Ja, lijkt me heel erg leuk. Trekken bezoekers dat? Ik denk dat ze het heel erg leuk vinden. Zullen we het gewoon proberen? Ligt eraan nog welke dag. Ja. Dat wordt wel weer een invasie. Maakt niet uit. Ik ben er klaar voor. Kom maar op. Okay. Dan gaan we aan het werk. Ik ga kijken of ik vrijwilligers kan krijgen. Helemaal goed. Superleuk, gaan wij. Die op die dag willen komen. Top. Ja? Ja, hartstikke leuk. Okay. Doen we. Super. Een paar weken later is het al zover. Mark en 10 leerlingen gaan aan de slag. Goedemorgen. Goed je te zien. Goed. Zien dat jullie al bezig zijn? Ja, lekker hè? Beginnen, ja, lekker. Hey, wat we vandaag gaan doen is alle hagen knippen. Ja? Even grote onderhoud. We zijn bezig met het gras. Ja? En zoals je misschien al gezien hebt, de schelpen zijn bezorgd. Ik zag ze, ja, mooi. Dus we gaan het pad vandaag afmaken. Helemaal leuk. Ja? Ja. Dus als u daarmee zou willen helpen, heel graag. Jan is een mogelijke nieuwe bezoeker van de duo. Hij komt vandaag alleen even kijken. Ja, jongens hebben het al losgeschoffeld. Maar nu gaan we ze hooiharken even eruit harken. En gewoon even een paar hoopjes maken en dan gaan we die afvoeren. Ziet u dat zitten? Ja. Ja? Dan ga ik even proberen. Nou, ik ga even een hark halen. Als u even wacht hier. Het pad wordt vrijgemaakt van onkruid omdat er een schelpenlaag op gaat komen. En Jan houdt wel van een beetje in de tuin werken. Dan gaan we vooraan beginnen. Goedemorgen. We gaan er weer wat moois van maken. Thuis doe ik het niet. Dan moet ik hier doen. Ja. De bezoekers van de duo die alle reuring wel leuk vinden, staan daar met de neus bovenop.
anderen blijven lekker binnen. Het was niet de bedoeling dat jullie al bijna klaar waren als ik aankwam, hè? Dat zijn we ook niet. Nee. Lang niet. Het gaat goed, wat ben je met veel? Het schiet lekker op. We zijn de haagjes aan het knippen in het gras, hebben we vastgedaan. En we zijn begonnen met het pad. Met het pad? Ja. Heb je nog een klusje voor mij? Ja. Ja? Dat bankje wat we toen geplaatst hebben, tenminste dat na ons geplaatst is, ja, dat zit helemaal onder de groene aanslag. Kosmossen en zo, en dat moet gewoon af. Kijk, we hadden al een stukje geprobeerd, maar kijk, dit zit gewoon niet heel erg lekker. Dus gewoon, we moeten gewoon even af. Oh, dat kan ik. Zie je, dat is goed te doen, toch? Ja. Ja. Stoffertje erbij. Ja, ga ik doen. Is goed. Oké. Okay. We zijn nu bezig om het pad klaar te maken voor de schelpen. En wat er in verloop van tijd gebeurt, is een hellinkje. Dus al die grond is naar beneden gespoeld. En naar beneden geharkt met onderhout. Dus dat ligt op het pad. Dus wat zijn we nou eerst aan het weghalen? En als we dat gedaan hebben, dan wil het aftrillen. Maar het is heel droog aan het stof. Dus we gaan kijken of we het nat kunnen krijgen. En dan gaat het trilpad eroverheen. En pas dan kunnen we met die schelpen beginnen. Dus het is nog wel even een klusje. Het werken op het pad stoft zo dat de was snel wordt binnengehaald. Klusje wel, Mark. Vandaag ging ik sturen naar de hoek van de tuin. Die zien we de rest van de dag niet meer. Nog twee kantjes. Nou, kunnen ze weer zitten? Het knapt wel op. Ja, het knapt wel op. Ja, het is wel een klus, zeg maar. Ja, dit is een hele dankbare klus om deze snel resultaat te zien. Er ligt ook echt overal poep. Krab ik er wel af, hoor. Ja. Wij moesten deze bak even renoveren, zeg maar. Dus dan doen we er even een nieuwe plank omheen. Dat renoveren bestaat uit het hergebruiken van ander oud hout. Namelijk gebruikte fruitbakken van de buurman. Voor het nat maken van het pad is water nodig. Er is al een tuinslang en er is een buitenkraan. Alleen... Wat dit? Ik hoor ook niks. Nee, ik denk dat de pomp uit staat. Even kijken. Ergens zit dat pomphuisje hier. Maar waar? Vijf in die grote tuin, hè? Dat je altijd moet lopen. Er zit verder geen buiten... Er zit een buitenkraan bij het huis. Redden we dat? Nou, de slang is sowieso een beetje kort, hè? De slang is sowieso een beetje kort, denk ik. Of, Nee, ik kom sowieso niet hier vandaan. En hebben ze beneden in de kelder misschien nog slangen leren? Vandaag is vandaag moet je brutaal zijn, anders krijg je het niet af. Je zit op slot, en even de sleutel. Vraag je binnen even de sleutel. Vraag gewoon of ze nog een tuinslang hebben beneden. Ja? Nou, er is water, maar je moet hem even helemaal openzetten. Oké, er is dus water. Maar met dit kleine mini-straaltje duurt het wel even, lijkt me. Dat pad is best lang. We krijgen bezoek van de familie van Jan Werkhoven. Hij was een van de eerste bezoekers van de duo en graag buiten, in het zonnetje. U moet doen wat u prettig vindt. Zo, gaan we lopen eerst een stukje? Ik vind het beter. Uw man was hier een van de mannen die het heerlijk vond om een beetje bij die jongens van het Welland te staan. Kijken wat ze gingen doen. En hij had er ook wel hele specifieke wensen voor in de tuin, hè? Ja. Vooral die magnolia. Ja. Die hij kwijt was. Ja, dat dit is een, was de een boom. Hele, hij zei altijd, het is een flinke jongen. Nou, het is een hele flinke. Ja. Ja. Dit was 44 jaar lang uw huis. Ja. Met een tuin die uw man zelf had aangelegd. En toen wij hier kwamen, was het één grasveld. En vroegen wij aan alle bezoekers, wat zou u nou het liefste willen? Ja. En toen zei uw man... Een magnolia. Ja. Ja, precies. Het was zo dat die...
aan jouw aardappel. Stukje in de tuin? Ja. Ja. En dat, dat vind je fijn. En dan krijg je wat aandacht meer. En lacht er die ook. Het is een hele dierbare plant. Ja, hij is eigenlijk een beetje speciaal voor u, hè? Oh ja, als ik hier langskom zal ik... Maar ik heb het hele leven, lange leven niet meer. Nee. Ik word geen hond, denk ik. Maar als ik hier kom, zal ik er aan denken dat hij hier staat. Het was uw specifieke wens? Ja. Wij zijn natuurlijk ooit begonnen met het hele mooie vijvertje hier. Waar ik op zich best weg van was. Alleen, het heeft te lang geduurd voordat de bomen gegroeid waren. Dus het stond altijd vol in de zon. Met als gevolg dat hij enorm aan het stinken was. Heel veel algen en zo. En nou hebben ze bij Duo de wens uitgesproken dat ze hier graag een plantenbak van willen maken. Maar goed, we hebben hem helemaal gevuld toe met grind. Dus hij is niet te tillen. Dus Margreet is nu een pompwagen aan het halen. Dan gaan we kijken of we hem in die hoek kunnen zetten. En uiteindelijk willen ze daar een boom in hebben. In de tussentijd hebben de mannen van de bloembakrenovatie zich noodgedwongen op nieuw hout gestort. Maar de vraag is of alle bakken wel te redden zijn. Is dit nog te redden of niet? Ja. Maar kijk, hier is hij ook rot. Hier. Dus eigenlijk is hij overleden. Dus ik stel voor... Ik denk dat dit dahlia's zijn of zo. Dat we dit bakje weghalen. Dus je bent je werk niet voor niks aan doen hoor. Want we moeten die andere drie nog wel even repareren. Ja. Maar deze is gewoon te ver heen nu. Deze gaan we verwijderen. En die dahlia's kunnen in principe op dezelfde plek komen, maar dan lager. Ja. Dat betekent wel dat we een beetje grond weg moeten scheppen. Nou is dat op zich niet zo erg. Want we hebben daar die vijverbak. Die gaan we in de hoek zetten. Maar Greet is nu een pompwagen halen. En dan willen ze uiteindelijk een boompje in hebben. Dus de grond die we hier uithalen. Bij de boompje. Kunnen we in het bakje gooien. Gelukkig is het nat spuiten van het pad sneller gegaan dan ik dacht. En dat betekent dat er getrild kan worden. Ach, en kijk eens wie daar aankomt. Ik heb nog nooit een zogenaamde pompwagen bediend, maar ik doe net alsof ik het kan. En dat werkt. Okay. Zet je hem daar in de hoek dan? Ja. Even samen doen. Is het ook. Andere kant op. Ja? Ja, helemaal top. Ja. We worden even begaten, het water weg kan. We hebben de grond door die oude moestuinbak gebruikt. En daar wil Manon heel graag een boompje in. Alleen, er zit ook helemaal geen mest, niks meer in. Dus dat gaan we nu doen. Ik zie u lesgeven. Heeft u vroeger ook met de handen gewerkt? Nou, ik was bouwkundig uitvoerder in de bouw. Ja. En daarom zeg ik tegen hem, je moet zo de zaafas houden. En ik zag u ook al hard meewerken. Ja. Ja. Morgen moet ik wat bedbeuren als je het niet. Ja. Kent u elkaar al? Ja. Ja, wij wonen 50 jaar ongeveer in Noordwijk, in dezelfde straat. En nou ja, ik kreeg Alzheimer. Ja. Lichte Alzheimer. En hij kreeg het ook. En wat merkt u daar zelf van? En daar merk ik zelf haast niks van. Want mijn Alzheimer is dus dat ik... Het staat stil bij mij. En het is alleen dus... Het korte geheugen ben ik kwijt. Ja. Maar alles van vroeger, als avond, met een zaag, noem maar op. Ja. Dat weet ik allemaal nog. Maar ja, nou, je gaat toch altijd maar achteruit. Maar ja, ze doen er verder niks aan. En ik ben blij dat zulke huizen er zijn. Dan ben je nog een klein beetje bezig. Je bent onder de mensen. Want voordat je het weet, dan sta je alleen hoor. Hoe vindt u het hier? Ik vind het hier fantastisch. Ja, ik vind de hele entourage vind ik heel mooi. Wat doet u als u hier bent? Als ik hier ben, ik doe tot nog toe niks. Ja, koken. Mijn hobby is koken. Leuk, oh leuk, leuk. Ja. Ik heb dus 13 jaar op een culinaire kookclub gezeten in Bunnik. Toen ik gepensioneerd werd vanuit de bouw. Ik kwam per ongeluk in aanraking met mensen die kookten op een tennisclub. Maar zodoende ben ik gaan koken. Maar dat wordt nou steeds minder, want ik kan slecht onthouden. Gaat bijvoorbeeld heel moeilijk bij me. En ja, en het lopen, het staan, weet je wat, dat nou ook, dat gaat allemaal niet meer makkelijk. Dus alles gaat terug uit. En zo'n
Dag allemaal jongens in de tuin, vindt u dat maar drukte of ook wel leuk? Nee, dat vind ik leuk. Je gaat er over stralen. Ja, ja, dat vind ik leuk. Eindelijk kan de hoofdklus worden aangepakt. De schelpen gaan over het pad dat inmiddels is aangedrild. Ik kan echt zien dat er even flink aan het werk geweest is. Het ziet er allemaal weer echt zomerklaar uit. Ja, maar jullie hebben ook niet stilgezeten. Nou, we hebben wel ons best gedaan. Maar ja. We hebben niet altijd alle tijd ervoor. En waar je tijdens zo'n dag wel eens denkt, dit komt echt nooit af, valt dan ineens alles in elkaar in het laatste uur. Er wordt opgeruimd, nog bemest en alle spullen worden weer ingepakt. Wat is er veel gedaan op één dag? Ja, super. Super hard gewerkt. Ja. Ontzettend fijn. Maar ook ontzettend fijn dat dat pad eindelijk klaar is. 4 jaar geduurd. 4 jaar geleden lukte het ons niet. Nee, en nu wel. Ja. Het ligt er gewoon. Dus iedereen kan er weer met een rollator of een rolstoel overheen? Dat was de bedoeling, hè? Ja, ze kunnen er weer even tegenaan. En volgende week naar het gooien, naar het Thomashuis. Zin in. Ook. Tot volgende week. Hoi. We zijn nog de laatste balken eronder aan het zetten nu. En dan hopen we op een ooievaar. Ja, dat is het. Ik denk dat de ooievaars wortels eten. Wortels eten, ja, dan moeten we zorgen dat de wortels bovenin komen.